Hallo, welkom bij een gloednieuwe video. Mijn naam is Robin en ik ben vandaag in Fitfun Plaza met Daniel, Lars, Zano, Juri. En daarachter zijn hier nog een paar. Robin komt straks nog. Dani is hier nog. En Oliver natuurlijk. Onze grote Engelse vriend. En we gaan vandaag even wat goede tricks gaan proberen. Daniel gaat denk ik even wat tech dingen proberen misschien. Misschien een sextupeltje zetten. Deze man wil vijf proberen. Zes. Ik ben niet te hyped. Hoi Juri. Hallo. Kan je dat nog een keer doen voor de vlog? Jawel. Oké. Clean. Daniel, lijn jij dat even? Als je pro bent, kan je dat. Ik film nu. Oh! Ik ben blij dat ik dat filmde inderdaad. Sukkel. Huh? Ja, easy. Oh! Ga ik hukken? Ja, sowieso ga je hukken. Jammer. En wie komt er nu net binnen, jongen? Robin, maat. Oh, gefeliciteerd. Wat ziek. Deze man joint gewoon nu de game, jongen. Tot aan Zwitserland, let's go. Ik ben weer zo hyped, hè. Mooie stem ook. Ja, ik weet, ik heb alleen maar lopen schreeuwen. Hier komt de rotatie pro. Gaat ie? Goeie gast, waarom? Hé, hey, jij bent nu eens degene die niet gewoon doorhukt als je niet uitkomt, nu zei dat. Iedereen gaat dood. Oké, okay. Zal ik voor de grap meezetten? Oh, nek nu bijna een dubbel al. Ik doe dit altijd first. Gewoon neem op de trippelboom naar buik, want dit gaat niet zo. Ja, is goed. Moet jij een pleister zo? Goeie gast. Ja! Oh, naar Cody. Wil je naar mij dan eens? Wow, trippel naar je rug. Alleen Marke. Easy Quint vandaag, jongen. Wat is die rotatie, Lars? Daniel gaat nu al een quad zetten en de B. Misschien al hukken. Ik denk dat hij quad kaboom nu gelijk gaat doen. Je hebt ze wel echt goed nu, Robin. 1-1-3 of zo, als ik goed uitkom. Oh, kijk, dat is rotatie. Dani. Dat is rotatie, man. Juist. 4. Oh, jij doet... 1-4 bij Lars. Oh, jezus. Ja, kom op. Quint, Quint. Dat deed hij zo makkelijk. Lars, huk nu. Oké, okay, Lars gaat nu voor zijn 5. Hij gaat hem gewoon hukken naar 1 setje. Yes, Maas. Ja, Maas. Yes. What the fuck? What the fuck? Het deed hem! What the fuck, ouwe? Doe de Lars! Holy fuck, hij heeft gewoon ingezet! What the fuck? En een Dani. Nee, we gaan hem nu doen. What the fuck, ja, 1 setje! Oké, Daniel gaat nu voor 2 bounce squat. Dit hier zijn. Ja, maar ik heb echt
To frontflip. Oké, Daniel gaat een kwartje naar een matje doen en daarna probeert hij zonder matje naar 1, 2, 3. Ja, misschien. Oh, maar waar is hij? Oh! Daniel doet de 6. Ik sla op je, gaat het goed hoor. Ja, kijk wat ik doe, ik heb dit. Yes. Quad. Quad, 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 quad. Yeah. Yes, bro, yes. Lekker houden. Oké, Dani probeert nog steeds kwint. Hij heeft op zich een paar goede sets, weet je. En een paar goede kabooms, maar het is zo moeilijk om goed uit te komen voor hem. Dus het wordt heel lastig. Ik denk nog steeds wel dat hij hem heeft. Maar het probleem is, hebben wij genoeg tijd? Daniel gaat nu even een quadbackje doen. We gaan nog één keer setten, denk ik. Gaat-ie? Oh. Oh. Yes. Yes. Ja. Yeah. Spot. Yes. Ja, zeker. Yes! Ja! 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 Oh! Dat scheelt ook nog een keer. Perfect! Kom aan, Danny! Fuck! Oh, het was een bijna. Dit moet echt lukken. Yes! Yes! Fucked up, man. Oh! Let's go! What the fuck? Yeah! Oh, daar is hij! Hey, Renna! Hey, holy shit! Ik had dat ook! Ja, jammer dat hij geen... Ik was zo hard het water ingesprongen. Nee, dat is hier alleen in de winter. Tot zo! Oké, Lars, en ga jij ook mee? Of alleen Lars? Ga jij ook mee nu met Daniel of alleen Lars? Natuurlijk ook niet. Oké, nou, de jongens gaan vast naar Daniel. We gaan straks daar nog een G-trap sessie houden. Ik ben zo hyped. Ik wist het, vijf flips. Dit is de derde keer dat ik uit Amsterdam naar Friesland kom voor Puntenboom. En ja, drie keer scheepsrecht denk ik. Oh, into the wall again. Dat was het de bedoeling. Nog een keer? Ja. Ja, zag ik al. Je ging al te ver naar achteren. Trip, heb je dat ooit geprobeerd? Nee. Doe Macaco trip full. Clean. Nice. Ik heb dat ook nog soort van op film. Oké, we moeten nu gaan, dus ik zie jullie later wel even. Ik pak later wel even de camera op. Joep.
Alright. Anyway guys, trampoline park session is now over. We're outside, we're going to be heading off to Daniel's house soon. He has an Akon with performance springs, so it's like a super tramp springs. It's going to be so hype. So I'll catch you guys then. Alright boys, we made it to Daniel's house. Yo, sick new performance springs. Oh yeah, Daniel chose to have a tramp like this by the way. So we're just leaving it.